Ik ben Weerwolf Wilco. Mijn rol is Vladimir de Vampier. En Kaylin is eigenlijk de elf van het drietal. Bij de reeks zijn we heel vaak gewoon in Schemermeer en gebeurt daar het meeste. De eerste film ging indirect over Vladimir. De tweede film gingen we naar het Elfenrijk en nu gaan we naar het land van de weerwolven. Ik ben de onkel. Zijn pa komt ook aan bod en zijn zus. Het is de eerste keer dat ik iets anders ben dan mens. Ik ben een weerwolfschepsel. Maar het wordt eigenlijk nog erger. Ik ben eigenlijk een weerwolf die nu in zijn normale gedaante is. Dus de weerwolf moet nog weerwolven. Het is sowieso jammer genoeg al niet mijn haar. Het wordt nog meer als ik weerwolf ben. Dan is het echt twee keer zo groot. En krijg ik zo'n frons met dikke wenkbrauwen en weerwolventanden. Mocht er gevaar dreigen, mocht er monsters zijn of iets wat gevaarlijk aanvoelt voor Wilco, dan transformeert hij. Het is niet per se griezelig. Ik denk dat het wel een beetje eng is of zo. Op bepaalde momenten dat je denkt van, oh, een weerwolf, een kwade weerwolf. Allee, kom aan, hè. Chop, chop, hup, hup. Kinderfilms hebben meestal een mooie boodschap. En dat heeft deze film zeker ook. Cinefox.